Oké. Je hebt ze verkocht aan Martine. Ja, dus was Claire erbij? Ja. Oh, oké. Okay. Claire heeft ze gekocht. Oké, okay, goed. What's good, Kelvin? Ik ben hier met Claire. Hi. Hi. Ja, is goed. Claire en ik zijn broer en zus, zoals je kan zien. Op basis van onze haarkleur en onze stijl. Claire en ik zijn hartstikke goede vrienden van elkaar. En nou, zij woont in Gorinchem, ik woon in Amsterdam. Dus dat... Ik woon niet in Gorinchem. Claire, stel jezelf voor. Je hebt 5 seconden. Ik ben Claire, ik ben 24 jaar en kom uit Breda. En ik ben nu hier. Ben je 24? Ja. Wauw. We zijn hier om vandaag outfits te scoren, maar ik heb een geheimpje. Dat heb ik nog niet verteld. Oh nee. Daar hou ik echt niet van bij jou. Jij dacht dat je hierheen kwam om outfits te gaan kopen via Marktplaats. Dat was het idee voor de video. Ja. Dat gaan we ook doen, alleen voor elkaar. Nee, oh, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Ja, hè? Dames en heren, ik zal je even het concept uitleggen. Claire en ik hebben vandaag 6 uur de tijd om via de Marktplaats app zoveel mogelijk toffe tweedehands kleding te scoren. Voor gewoon een strak prijsje en dat gaan we doen afzonderlijk van elkaar. En aan het eind van de dag komen we weer terug bij elkaar en dan heb ik een outfit voor jou. Dan heb jij een outfit voor mij, doen we hem aan en dan is het zo van wie heeft de mooiste outfit? Ben je ready om binnen 6 uurtjes, je moet even die app downloaden van Marktplaats, dan kunnen we gewoon allemaal wat shit fixen en dan zien we elkaar aan het eind van deze dag. Ja, ik heb er zin in. Ja? Ik vind het heel spannend. Oké. Ja. Je mag gaan. Oké, top. Nou, dat wordt nogal moeilijk zo, hè? Oké, let's go, we gaan er vandoor. Hey! Oké, jullie hebben het begrepen. Ik ga tegen Claire strijden om een zo leuk mogelijk outfit voor haar te fixen. Zij gaat een outfit voor mij fixen. Ik heb de Marktplaats app even geïnstalleerd op mijn telefoon. Daarin kun ik zien wat er in de buurt is. Dus je hebt zo'n kaartje en dan kun je allemaal hier ook kijken. Als je bijvoorbeeld, als we zoeken op schoenen. Het is of er in de buurt schoenen zijn of iets dergelijks. Oké, let's go. Oké, ik ga zoeken voor iets voor Kelvin. En het blijft toch Kelvin, dus het hoeft niet te gewoontjes te zijn. Het mag wel een beetje gek. Dus ik dacht een beetje aan gekke kleurtjes, misschien wat eyecatchers. Maar dat het toch net draagbaar is. Net, niet te. Gewoon net. Kijk, want ik ben hier niet voor de zwarte fans met de zwarte leggings en de zwarte truitjes. Ik ben hier voor de rare uitgesproken stijltjes. En ja, dat gaat Claire ook wel doorhebben, denk ik. Ik ben hier voor de lijpe kleren, voor zo goedkoop mogelijk en in de buurt. Let's go, man. Oké, we zijn onderweg om schoenen op te halen bij een hele leuke student. Ja, ik hoop dat het wat is. Oké, 3 hoog, 2 hoog. Ik snap het niet. Ik ben nog nooit in Amsterdam geweest, ik snap er helemaal niks van. Hoi. Hoi. Jullie komen voor de schoenen? Ik kom voor de schoenen. Heel leuk. Ja, daar zijn ze. Maar waarom doe je ze weg? Omdat ik ze eigenlijk niet zo super mooi. Oké. Ja. Het is net niet helemaal, nee, het is net niet helemaal je kleur. Precies, nee. Nee, nou ja, goed. Ik ben er heel blij mee. Ik ga ze in elk geval meenemen. Oké. Wie ga je die outfit geven? Kelvin. Oké, die ken ik niet. Ken je hem niet? Dat snap ik. Oké, ik stuur jou even een betaalverzoek. Yes, prima. Oké, en dan kan ik nu betalen met Ideal. Hoe ideal is dat? Rabobank. Oké, top. Hij heeft het gedaan. Top! Dankjewel. Ja, thanks. Veel plezier ermee. Ja, dat moet goed komen. Okay. Gaat zeker goed komen. Dat is een harde schoen eigenlijk. Ik had een vraag. Zou het kunnen dat ik ze vandaag moet ophalen? Of komt dat niet uit? Oké. Je hebt ze verkocht aan Martine. Was Claire erbij? Oké. Claire heeft ze gekocht. Oké, is goed. Top. Ja, goed. Nou, dat is helaas pindakaas. Niet echt. Nou, toch bedankt. Oké, yo. Oké, the battle is on, man. Holy shit. Nou, ik heb een broek gevonden. Ik kan het echt niet aan. Kijk even. Lekker broekje. Ik zeg, daar gaan we voor. Nee, dat is helemaal Kelvin. Met Colin. Hi, Colin, met Claire. Hi. Hi, ik heb net gereageerd op die broek van jou. Ja. En ja, die wil ik heel graag hebben voor 40 euro als dat kan. Ja, tuurlijk. Maar kan ik die nu direct komen ophalen? Ja, ik ben thuis. Oké, dat zou echt top zijn. Ik vind hem fantastisch. Ik heb hem nodig in mijn leven, deze broek.
Oké. Claire en ik hadden blijkbaar allebei dezelfde schoenen op het oog. Ik heb mijn brein van dat plan afgezet en ben gewoon verder gaan kijken. Ik heb andere schoenen in de buurt kunnen vinden. Het zijn rode schoenen. Ik weet niet hoe de rest van de outfit eruit gaat zien. Het zijn wel echt leuke schoenen en gewoon een scherp prijsje. Ik kan ze nu komen ophalen, dus ik ga er nu vandoor. Let's go. We zijn officieel onderweg naar het allereerste adres. Rode Adidasjes, we gaan ze fixen. Let's go, man. Daarna hopelijk een broekje kunnen fixen en een trui kunnen fixen. En dan zijn we gewoon voor 4 uur weer terug en dan gaan we winnen, man. Let's go. Woo! Hi. Hallo. Oh, wat mooi. Hi, Kelvin. Hi. Ik kom deze even ophalen, ja. Dit is toch, ik vind ze hartstikke mooi. Je hebt ze... Alleen jouw maat niet. Nee, maar ze zijn niet. Ze zijn van Claire. Claire is mijn grote vriendin. Oké. Okay. Ik zal even betalen. Of mag ik ze gratis meenemen? Nee, dat gaat... Kom toch, proberen toch. We got the patas. Zij is even de telefoon aan het halen. Zij stuurt mij even een betaalverzoekje. Dan doe ik zo, oké, betaal. En dan gaan we er vandoor. Let's go. Ik heb een berichtje van die man. Van de man van de broek. Oké, de man van de broek wil niet in beeld, maar we mogen de broek wel ophalen. Ja, dat gaan we doen. Ik moet het gewoon hebben. Ik wil gewoon dit aanzien bij Kelvin. Kelvin, jij zei tegen mij, het mag niet te basic zijn. Dat heb ik heel letterlijk genomen. Ik ging niet voor basic. Ik vind hem zo leuk. Misschien pas ik mezelf ook wel. Yo mensen, we zijn bij adresje nummer 2. Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben die patas in de house. We gaan even dat truitje halen. Ik heb een matchend truitje gevonden in dezelfde kleur. Als het goed is, woont hier een vrouwtje. Die is hartstikke lief en leuk, maar die wil niet in beeld. Dus dat is niet erg, dat is prima. Hey. Hi. Kelvin. Hey, Louis. Als het goed is, ik zal het je bewijs even laten zien. Ik heb het volledige bedrag overgemaakt. Mag ik misschien je truitje hebben? Dames en heren, het is gelukt. Nou, later. Ja. Hi. 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 Ja. Moeilijk. Matcht totaal niet. Iedereen staat hier ook te lachen. Ja, sorry Kelvin, het spijt me echt. We gaan voor roze. Ja. Zoals jullie misschien weten, weet ik wat voor schoenen Claire heeft gekocht. Zij heeft namelijk een soort van camouflage-achtige Nike's gehaald. En ik vind ze best wel dope, maar ik ga gewoon doen alsof ik dat de lelijkste schoenen van de wereld vind. Hallo! Hi, hoe is het bij jou? Het gaat hartstikke goed bij mij. Hoe gaat het bij jou? Ja, goed. Ik heb wel echt wat lekkers voor je. Niet, ik geloof je niet. Ja, is echt. Ga je zo blij mee zijn, jongen. Ja, echt. Je gaat hier zo blij mee zijn. Wauw. Heb jij nog dingen die je echt heel lelijk vindt of zo? Ik weet namelijk best wel wat ik heel lelijk vind. Leggings en Crocs. Oké. Je gaat me niet vertellen dat je die hebt? Nee. Oké. En wat vind jij echt heel lelijk? Ik vind... Ja, ik vind Nike's niet zo mooi. Eigenlijk meer. Nike is best wel, de laatste tijd is best wel lelijk. En ook eigenlijk alles met camouflage prints vind ik lelijk. Oké, nou dat hebben we niet, dat scheelt. Oké, nou gelukkig. Ik kijk er naar uit, ik ben echt heel benieuwd. See you. Oh, dit meen je niet. Nike's vindt hij lelijk met camouflage printen. Top, echt. Top. Ja, dit, ik heb er zin in. Oké, we zijn onderweg naar eigenlijk de laatste bestemming. Een vrouw die een broek voor ons heeft. Die ga ik eventjes ophalen. We zijn er bijna. Zij heeft wel aangegeven dat ze liever niet gefilmd wil worden. Want het is een beetje een oude vrouw. En die willen dat niet. Ik vind dat een beetje lastig. Dus ik laat jullie even hier. En ik ben zo terug. Mensen, jullie gaan het niet geloven. Ik heb een raar verhaal, maar ik heb niet alleen een broek kunnen fixen. De vrouw was heel aardig, ze had 2 lieve hondjes, dat was hartstikke leuk. Ik heb een broek gefixt. Ze heeft alles in meegegeven. Ze heeft me een hoed meegegeven. Ik weet niet of Claire van hoeden houdt, maar... En een sjaal met de Amerikaanse vlag. En ik weet dat Claire naar Amerika gaat volgende maand, voor een paar maanden volgens mij. Dus ik dacht, toch gewoon even meenemen, toch? Oké, dit was de outfit, we gaan nu terug, want volgens mij zijn zij al klaar en ik ga Claire daar even meeten, dus let's go! Oké, Claire, we zitten hier. Ja. Laten we beginnen bij de schoenen, oké? Ja, oké. Ja? Ik heb dit voor jou. Oh mijn god!
Oh nee, die vind ik serieus echt heel erg vet. Ja, maar dat vet toch? Nice man. En dan durf ik mijn ding niet aan. Komt u aan! Wow. Ik zou je wat vertellen. Want ik vond dit, ik kwam deze tegen. Ik dacht, fucking vet, die wil ik. Nee. Ja, dus ik bel hem op. En hij zegt, ja, Claire heeft ze al net gekocht. Nee, ja, serieus, dat waren deze. Ik zei tegen Sjan, ja, laat gewoon bellen. En gewoon zeggen dat ik het echt lelijk vind. Maar ik vind ze super nice. Maar... Nee, dat meen je niet. Ja. Deze vind ik oprecht best wel vet. En eigenlijk hoop ik stiekem dat jij hem niet past. Zodat jij hem aankomt. Zodat ik hem kan nemen. Is wel vet, toch? Ja, ja ik vind het echt mooi. Ik vind het serieus ik mooi. Ik vind het echt mooi. Hou even je muil, joh. Ik vind het serieus leuk. Ik heb een rode trui. Ik dacht, rode schoenen, rode trui. Jij dacht, laat ik de paprika invoeren. Ja, toch? Oké, nee, kan echt veel erger. Ja, toch? Ja. Laten we allebei tegelijk in onze broek laten zien. Oké. Okay. Ja? 3, 2, 1. Wat is dit? Ik ben echt serieus al 2 uur aan het What the fuck is dit? Holy shit. Wat is dit voor broek? Ik heb een muts met bluetooth erin. En daar zitten dus boxjes in. Die kan je op je oren doen. Dan kan je dus gewoon windsport en zo. Kan je gewoon muziek luisteren. Super chill. Je kan ook niet je telefoon opnemen. Het is toch origineel? Jij probeert het echt te verkopen. Maar ik vind het echt debiel. Oké, laten we ons even omkleden. Ik ben wel trots op. Ja, ik hoop jou. Ik vind stiekem deze broek best wel lelijk. Ja. Let's go! Oké, durf je het aan? Ja, ik durf het aan. Ik wil het heel graag zien. Oké, jij klaar voor? 3, 2, 1. Hey, bij jou staat het hartstikke goed. Ja, je mag vaker mee. Dat staat hartstikke goed, joh. Mij ook. Jongen, weet je hoeveel designers een nieuwe collectie hierop gaan baseren? Ja, hou je er zeker op, joh. Het is net of je van die plakkootjes zit. What's good, mensen? We zijn klaar. Stem even in het polletje of in de comments. Maakt me eigenlijk niks uit wie de beste outfit aan heeft. Ga je voor mijn regenboog outfit? Stem dan even op mij. En als je dit de beste outfit vindt, dan stem je op Claire. Ja. Dat is het idee. Dank voor het kijken. Hou van jullie. Abonneer op mij. Abonneer op Claire. Volg ons overal. Marktplaats, bedankt. Maak even een accountje aan. Jullie kijken thuis. Want als ik het weer ga doen, dan kan ik ook bij jou thuis komen om je leuke kleren op te halen. En dit is wel een leuke hoed. Alsnog. En deze muts is nog steeds kut. Ja, sorry. Ik vond me echt. Ik kan hem niet eens over. Ja, oké. Ja, goeie. Yo!